Cyprus, Estland, Letland, Polen. Dat zijn allemaal totaal verschillende culturen, totaal verschillende mentaliteiten, totaal verschillende economieën. Die treden nu allemaal in één klap toe. Wij gaan in één klap van 14 naar 24 lidstaten. Er zijn dus ook 24 eurocommissarissen. Weet je wat ze doen in Brussel? Baantjes verzinnen. Want die mensen moeten wat te doen hebben. Ik vind echt dat de politiek het lef moet hebben. En ik ben er nu zelf uit, maar ik vind dat ze het lef moeten hebben om te zeggen dat deugt niet. Zo van de gekken. Het zou mij niet verbazen als er op een gegeven moment wordt verzonnen dat er een eurocommissaris regelgeving moet komen om al die regeltjes weer terug te draaien. Toch idioot? Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik ben benoemd als eurocommissaris regelgeving. Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik in een commissie zit met 27 andere hele bevlogen mede-commissarissen. Ik geloof in Europa. Ik ga me inzetten voor Europa. En als mensen dat niet snappen, dan ga ik dat nog beter uitleggen. Dank u wel.